nearly 71 years ago. I was 19 years old at the time. The sea was full of ships, firing rockets, shells. I landed about 8 o'clock time, carrying a rifle. Thankfully, I came through unscathed. Op het invasiestrand in Normandië geeft Ray Lord, de Britse veteraan, het bevrijdingsvuur door aan de jonge generatie, marinier John Jager. Super fantastisch dat hier iemand 70 jaar geleden het strand opgekomen is. Dat hij nu hier weer is en dat hij weer het vuur kan overdragen aan mijn, uiteraard. En ja, dat is voor mijn veert. Ja, zeker. Ik denk, heel eerlijk, dat je helemaal niks kan voorstellen. Ik denk dat het een gekhuis hier was. Ik denk dat je buddies hier neer zag vallen in het strand. Dat je toch door moest. Het strand op, het gevecht aangaan. Dus ik denk dat het heel bijzonder is. Vervolgens wordt het vuur gegeven aan de fietsploeg die vertrekken in oostelijke richting. Terwijl de Britse veteranen een bijzonder monument bezoeken. Well, I'm with a group of veterans and friends. We're on the way to Holland through France and Belgium. Today we're here at the monument of my father, D-Day Piper Bill Millen. He was personal piper to Lord Lovett on 6th of June 1944 on D-Day and waded ashore playing the bagpipes just in the water behind me here. He didn't say a great deal about Belgium and Holland. Until very late in life, and then they gave me an idea of what he went through there, and I just thought, well, after this, at D-Day, then to go on into Belgium and Holland and see the things that he saw there, the way the Belgian and the Dutch had suffered. Then when he went into Germany as well, it was... So I'm full of admiration for my father. I couldn't do it. De fietsers zijn ondertussen goed onderweg. Tijdens de tocht worden met het bevrijdingsvuur herdenkingskaarsen aangestoken bij bijzondere monumenten. Zoals de Pegasusbrug, van groot strategisch belang voor het slagen van de invasie. Daarbij ook het eerste bevrijde Franse huis. Later wordt ook de Nederlandse bijdrage herdacht, bij een gedenkteken voor de Prinses Irene Brigade.